Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil vakleerkrachten inzetten op het basisonderwijs. Dit zei minister Henry Ory afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée tijdens een presentatie over het onderwijsproces. Hij zegt dat dit nodig is vooral voor de leerjaren 5 en 8, voor de vakken taal en rekenen. Het blijkt volgens de bewindsman dat bepaalde leerkrachten moeilijk de leerstof kunnen overbrengen. Wat je ontdekt in ons systeem is, waarom gaat het ook fout met taal en rekenen, basisvaardigheden, basiscompetentie, is dat sommige leerkrachten zelf niet goed kunnen rekenen en hoe moeten ze de stof overdragen. En dat zijn zaken die we klein en zakelijk, voor taal hebben we het gezien en rekenen, dat je veel meer met vakleerkrachten die vrijgesteld zullen worden om het geven van andere vakken, maar alleen zich concentreren op de didactiek taal en rekenen. De bewindsman gaf aan dat zijn departement onderzoekt op welke manieren zwakke scholen de nodige begeleiding en ondersteuning kunnen ontvangen. Hij erkende dat er in Suriname een terughoudendheid bestaat om te praten over zwakke en sterke scholen. Bij de zwakkere scholen moeten we zien hoe we met die peilingstoetsen in staat zullen zijn een stukje organisatie op te zetten. In Suriname is het niet gebruikelijk om te openlijk te communiceren van wat is nu een sterke school, een gematigde school of een slechte school. En wij proberen van binnenuit toch wel vanuit de visie met de inspectie toch te kijken dat die zwakkere scholen tussen aanhalingsteken wel intern aandacht krijgen aan in een vroeg stadium om extra middelen, extra capaciteit en extra aandacht te besteden aan de scholen met een schoolplan om die scholen heel snel een mogelijkheid te geven al werkende aandacht te besteden. Dat betekent dat gaat een ander soort beleid van ons moeten vragen om de zwakkere scholen in kaart te brengen en echt met de resultaten met deze schoolleiding te praten hoe wij gedurende het jaar extra elementen, extra aandacht gaan leggen binnen die scholen. De bewindsman liet weten dat zijn ministerie diverse stappen onderneemt om het onderwijs in Suriname te blijven verbeteren. Daarom is er ook gewerkt aan 3 conceptwetten die binnenkort aan DNA aangeboden zullen worden.